Werkomstandigheden, bouw- en bosbouwsector heeft aandacht arbeid. De Arbo-wet die sinds april 2018 op de agenda staat van de Nationale Assemblée zal de arbeidsomstandigheden van onder andere werkers in de bouw- en bosbouwsector ten goede veranderen zodra de bedoelde wet wordt aangenomen. Dit zei minister Suharto Mustaja van Arbeid tegen vertegenwoordigers van de Building and Wood Workers BMI die hem een beleefdheidsbezoek brachten. De gasten zijn in ons land in verband met een presentatie die ze hebben gehouden op een workshop van C47 voor vakbondsleiders in de bouw- en bosbouwsector. Sedert zijn aantreden als minister van Arbeid spant Mustaja zich in voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werkers in ons land. De bedoelde Arbo-wet zal richting geven aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.